kruisten elkaar. Vroeg hij, wie is die dame met dat blonde haar? Naast hem zat een man met niet zijn eigen vrouw aan zijn zij. Die zaten te vertellen met wat medelijden. Jonge man, vergeet het maar, met zo'n madame ben je niet klaar. Zaza, zij is een dame, voor haar is elke man van Mars of Marsepein. Zij is een vakbekwame, want elke vent moet in haar web te strikken zijn. Zaza is een serieuze, en alle kerels zijn meteen al gecharmeerd. Zaza, zij wint het heuze, kiest met haar keuze de rijkste heer. Maar de jonge man die had zijn les nog lang niet geleerd. Hij had zich aan een dame ook nog nooit bezeerd. Ik hou van jou, zei zij al gauw, ontvloers bewoog ze haar stem. Ze had totaal geen gêne en ze kuste hem. Na 7 piccolo's ving zij hem in haar trucendoos. Zaza, zij is een dame, voor haar is elke man van Mars of Marsepein. Zij is een vakbekwame, want elke vent moet in haar web te strikken zijn. Zaza is een serieuze, en alle kerels zijn meteen al gecharmeerd. Zaza, zij wint het reuze, kiest met haar keuze de rijkste heer. Maar Amor schiet zijn pijlen af, hij waarschuwt niemand vooraf. En Zaza werd getroffen in haar harde hart. Toen de jonge man verdween, hij liet haar zomaar alleen. Ging zij uit pure wanhoop naar het klooster heen. Daar heeft ze soms wat spijt van het saaie leven dat ze leidt. Zaza, zij was een dame. Voor haar was elke man van Mars of Marsepein. Wat wij van haar vernamen, is dat ze voor geen enkele man te zien zal zijn. Zaza is een serieuze, slechts van één man is zij alleen nog gecharmeerd. Zaza is religieuze, heeft maar één keuze.